Goedemiddag en welkom bij Koken met Dree. Vandaag weer een keertje bij mij thuis. We gaan vandaag een Arabisch gerecht maken. Nou, eigenlijk is het geen gerecht. Het is gewoon een Arabische lekkernij. En wel baklava gaan we vandaag maken. En wat gaan we nog meer maken? Oh, een heel snel citroentaartje. Het is eigenlijk meer een koek, maar ze noemen het toch een taartje. En waarom gaan we dat vandaag maken? Omdat van het weekend, dan is het Eid-ul-Fitr. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het is in ieder geval het suikerfeest. De moslims die gaan vieren dat ze de hele maand gevast hebben. Dus midden in de nacht gaan ze dan wel even wat eten en wat drinken met elkaar. Maar overdag mag er niks gegeten en gedronken worden. Mag er niet gerookt worden. Enzovoort, enzovoort. En 's nachts dus wel. Maar dan zijn ze natuurlijk hartstikke blij dat het eindelijk voorbij is. En dan gaan ze feest vieren. En dat noemen ze in de volksmond het suikerfeest. Vandaag gaan we dus suikerfeest dingen maken. En wel baklava en een citroenkoek taartje. En het grappige is, dat laatste wat we gaan maken, dat citroentaartje, dat heet een 1-minute no-bake cake. Oftewel een 1 minuut zonder te bakken taartje. We gaan nu eerst baklava maken. En ik ga eventjes vertellen wat we daar allemaal voor nodig hebben. We hebben daarvoor nodig 175 gram gesmolten boter. Dus ik heb hier al een pannetje met gesmolten boter. Want dat heb ik nodig. En wat heb ik dan nog meer nodig? Filodeeg. Dat zit in zo'n pakje. En dat heb ik al een beetje voorbereid. Want ik ga het straks in deze schaal maken. En ik heb het filodeeg heb ik vast zo gesneden dat het er makkelijk in past. Nou, dat hebben we dus nodig. En wat gaat er allemaal voor lekkers in? Er gaat 100 gram gemalen pistache in. Niet zo lekker gemalen. Pistachenootjes, helemaal fijn. En er gaat in 200 gram gemalen walnoten. En omdat ik niet zo'n voorstander ben om thuis zoveel lawaai te maken, want ik heb hier natuurlijk geen cameraman bij me die dat allemaal prachtig kan verdoezelen, al die heftige geluiden, heb ik mijn walnoten vast eventjes gemalen. Ik ontkom er niet aan, want zo ben ik toch een klein beetje lawaai papegaaien geworden. Ik doe vast even mijn pistachenootjes erbij trouwens. En wat gaat daar nog meer bij? Er gaat 50 gram gewoon ordinaire kristalsuiker bij. Wat ik zelf altijd fijn vind om gewoon een pak te halen waarop staat dat het extra fijn kristalsuiker is. Zie je? Fijn kristalsuiker. Nou, dus dat gaat er ook in. 50 gram. En dan gaat er ook nog bij. Ruikt zo lekker hè? Kaneel. Ongeveer 1,5 à 2 theelepels. Dus echt gewoon kleine lepeltjes. En ik vind het gewoon lekker, dus ik doe het gewoon met een kop erop. Ik ga dus toch 2 derde even lawaai papegaaien doen. Ik heb hier dus een mooie ovenschaal. Die ga ik even insmeren met roomboter. Zodat ik het straks er ook weer goed uit kan halen. Dus ik zorg dat alle randjes lekker ingesmeerd zijn met roomboter. En dan gaan we beginnen met de baklava lekker te maken. Dan pakken we heel voorzichtig een velletje van dat filodeeg. Ik ga het je laten zien hoor. Ik ga het even voor de camera houden. Het is heel dun. Die leg ik in de met boter bedekte vorm. En wat doe ik dan? Dan heb ik hier boter met een kwastje. En die kwast ik even lekker. Dan kwast ik zo mijn hele filo velletje in. En als ik dat goed met boter ingekwast heb, dan pak ik een nieuw velletje. En die leg ik er gewoon bovenop. En het is heel dun. Dus het is een klein beetje een gepriegel. Maar dat geeft niks. En als die er bovenop ligt. Het is moeilijk om te laten zien. Dan kwast ik dat gewoon weer in. Dus dit was laagje 8. Dan heb ik nog even lekker wat boter op gedaan. Dus het ziet er nou zo uit. Nou heb ik dat lekkere mengsel van die suiker en kaneel en noten. Pistachenoten samen met walnoten. En dan ga ik ongeveer de helft lekker overheen verkruimelen. Dan heb ik hier nu de helft van het notenmengsel op. Dan gaat daar weer een filoplakje op. Die gaan we weer insmeren met boter. Nou, die ligt natuurlijk op die droge noten. Prut, zoals ik dat altijd graag noem. Dus dat wiebelt helemaal heen en weer. Dan leg ik er gauw een tweede plakje op. Kijk, zit weer lekker helemaal vol met dat notenmengsel. En nu gaan we weer 8 van die vellen van het filodeeg eroverheen doen. Ik heb de oven vast voorverwarmd op 180 graden. Dus straks kan het er gelijk in. Nou, dit was velletje 8. Die smeer ik nog eventjes in met het laatste beetje roomboter. En terwijl ik dat doe, duw ik alles ook nog eventjes iets steviger aan. Zo. Dus ik heb hier nu ingedaan 8 velletjes filodeeg. En elke keer elk velletje ingesmeerd met de roomboter. Toen heb ik de helft van dat notenmengsel erin gedaan. Nog even stevig vastgedrukt. 2 velletjes filodeeg met de roomboter eroverheen gedaan. Daar de andere helft van het notenmengsel weer op plat gedrukt. En daar weer 8 velletjes met roomboter op gedaan. En nu doe ik even mijn scherpe mes. Nu ga ik het vast even voorsnijden. En hoe ga ik het doen? Ik ga hem eerst zo in de lengte in 4 snijden. Ja. En dan ga ik misschien wel 10 stukjes zo snijden. 40 stukjes baklava. Nou, dit gaat in de oven ongeveer 35 tot 45 minuten. Want het hangt natuurlijk ook vanaf hoe jouw oven het beste werkt. En als je dan denkt dat we klaar zijn, echt niet. Weet je wat we in de tussentijd gaan doen? Dan gaan we een soort suikerstroopje maken. En dat doen we, ik spiek eventjes hoor, met 300 gram suiker. Het heet niet voor niks suikerfeest. Met 100 gram honing en met 200 milliliter water. En daar doen we dan ook nog een stukje schil van een citroen. En ik heb vandaag voor biologische citroenen gekozen, want dan weet ik tenminste zeker dat ze niet bespoten zijn. En kan ik dat schilletje gewoon heel makkelijk gebruiken. Dus met een dun schiller haal ik gewoon lekker 3 stukjes schil eraf. Nou, en dan ga ik ervoor zorgen dat dat water met die suiker en de honing eventjes lekker goed gemengd wordt. En dan mag het ongeveer een kwartiertje pruttelen op het vuur, op het gasfornuis. Dan dikt het een beetje in, dat het echt een beetje een stroop wordt. Nou, dan laat ik het afkoelen. En als dan zo dat de baklava uit de oven komt, dan giet ik het eroverheen. En dan bestrooi ik de baklava nog lekker met wat pistache. Gemalen pistache, wat ik achtergehouden heb van net. En dan, als die afgekoeld is, is die klaar. Helemaal ready to serve. Dus ik stop hem in de oven. Nou, ik zet mijn kookwekker op 35 minuten. Gaan we dan kijken of het goed is. Ik ga nou eerst eens eventjes een klein vuurtje maken. vast in een pannetje al wat honing gedaan. 100 milliliter. Zet ik op het vuur en daarbij doe ik een hele vracht suiker, namelijk wel 300 gram. Dan heb ik hier afgemeten en 200 milliliter water. Die er ook nog bij ga doen. Wat een zoet stroopje, hè? Maar het heet niet voor niks suikerfeest. Nou, even een pollepel erbij. Gaan we dat eens eventjes goed mengen. Nou, dit duurt ongeveer een minuutje of 14, 15. En als ik het dan van het vuur afhaal, doe ik er wat oranjebloesemwater. Dat kan je gewoon bij de supermarkt kopen of anders gewoon bij een Marokkaans winkeltje. En ik pers ook mijn citroen uit. Nou heb ik verteld dat ik nog iets ga klaarmaken met jullie. En dat is die 1-minute no-bake cake. Nou, ik weet 100% zeker dat me dat niet in 1 minuut lukt. Maar ik denk dat ze ermee bedoelen dat als je hem klaargemaakt hebt, je hoeft hem niet te bakken, dan is hij in 1 minuut klaar. Wat heb je nodig? Boter. En wel 175 gram. Dus die laat ik nu even lekker smelten. Gewoon op mijn vuurtje. Dan heb ik hier 200 gram gewoon ordinaire Maria-biscuitjes. Pak ze er even bij. Weet je wel, sommige mensen noemen ze kaakjes. Het zijn gewoon hele simpele, eenvoudige biscuitjes die je voor nog geen 50 cent bij de supermarkt koopt. Nou, die heb ik eventjes in mijn keukenmachine gedaan. En die heb ik eventjes helemaal fijn gemalen. Dus dat is klaar. Dat heb ik er dan straks nog meer voor nodig. Gecondenseerde melk. Dat is zo'n potje. Ik ga het even eerst dichtbij laten zien. Zo'n potje van Friese vlag. Gecondenseerde melk. En wat heb ik daar nog meer voor nodig? Ongeveer een half theeglas citroen. Maar ik ben wel zo van proeven, nog eens een keertje proeven. Want anders dan weet je niet of het te zoet of juist te zuur is. Want die gecondenseerde melk is eigenlijk, zeg maar, heel makkelijk gerecht melk met suiker. Is lekker zoet. Suikerfeest zoet. En met die citroen proberen we er gewoon een lekker zuurstootje in te geven. We gaan kijken of het lukt allemaal. Mijn botertje is helemaal gesmolten. En dat doe ik lekker. Hoppa, in één keer bij mijn Maria biscuitjes. Ik hussel dat lekker door elkaar. Oké, dan heb ik hier gewoon een taartvorm. En die heb ik vast bekleed met gewoon bakpapier. Ik gooi gewoon de hele handel hierin. Zo. En dan druk ik gewoon al die kruimels met de achterkant van mijn lepel lekker strak tegen de bodem. Dan roer ik dus even in mijn suikertje. Want die begint te koken. Dan ga ik hem zacht zetten. Lekker. Nou, een blikje gecondenseerde melk. Het is toch een partij lekker. Daar kun je ook een lekkere karamel van maken. Maar vandaag gaan we het niet bakken. En dan ga ik lekker mijn citroentjes doorsnijden. Niet vergeten dat ik zo direct ook nog een halve nodig heb voor de baklava. Kijk, pak ik voor de zekerheid een mini zeefje. Die leg ik even op mijn glas. Schenk ik lekker mijn citroensap in. Zodat ik citroensap heb zonder allemaal pitjes. Mijn bodempje is lekker stevig. Hier heb ik mijn gecondenseerde melk. En daar ga ik wat citroensap aan toevoegen. Goed doorroeren. Dus dit is lekker door elkaar gehusteld. En dat gaat lekker over de taart heen. En dan spreiden we dat gewoon even goed over de taart uit. Zo. En dan ziet dat er zo uit. En als je dat dan leuk vindt, dan kan je er nog wat lijntjes op zetten. Gewoon als decoratie. En dan zet ik hem in de koeling. En dan zeg ik niks meer aan doen. Nou, lieve mensen, als jullie goed opgelet hebben, hebben jullie vandaag iets gemist. En ik schrok er zelf bijna van, want dat heb ik niet gedaan. Ik heb niet gezongen tijdens het handenwassen. En ik heb het handenwassen niet eens opgenomen voor de film. Maar, don't worry, be happy. Ik heb echt mijn handen gewassen. Tadaa! Even tussendoor. De wekker gaat. Dus wat betekent dat? Dat mijn baklava klaar is. Dus die ga ik er lekker even uithalen. Tadaa! Ziet dat er lekker uit of lekker uit? Nou, gaan we lekker terug verder. Dit komt er natuurlijk lekker warm uit. Dan heb ik even wat moeilijker te zien voor jullie. Hier mijn suikerwatertje, wat intussen suikerstroop geworden is. En daar vis ik eventjes de citroenschilletjes uit. Als je denkt, wat doe je daar nou mee? Die gooi ik gewoon even in de gootsteen. Dan heb ik hier een halve citroen en een vergietje, zeefje. En ik pers gewoon eventjes, even met de hand, mijn citroentje uit. Maar wel door mijn zeefje, zodat ik zeker weet dat er geen pitjes bij zitten. Ik doe er een beetje roosmaak bij. En jullie zien zo heel even twitteren mijn man in beeld, want wij houden het gewoon op de Marokkaanse tour. Die is een fantastisch lekker couscousgerechtje aan het maken. Dus als je hem achter mij langs ziet komen en even in de pan ziet horen, dan weet je wat er gebeurt. Rozenwater. Ruikt echt als rozenwater. 2 eetlepels erbij in. En nou giet ik mijn suikerwatertje. Kijk wat ik het zo kan doen hoor, maar het is een beetje heet. Giet ik het gewoon over de baklava heen. En als je dit nou toch kon horen, zou het best wel grappig zijn. Want je hoort gewoon dat dat warme thee, als het nu heel knapperig is, dat dat het suikerwater heerlijk aan het opslurpen is. Nou, het blinkt lekker, het glimt lekker. Als finishing touch heb ik natuurlijk nog mijn pistachenootjes die helemaal fijn gemalen zijn. Die deed ik er lekker overheen. Laat ik het zo direct nog even aan jullie zien, jongens. Nou, kijk eens even hier. Heel erg fantastisch lekkere baklava. Hij glimt nog helemaal van alle suiker die erin zit. En die 1 minute no bake cake ziet er ook geweldig uit. En dan staat dat zo gezellig samen op een schoteltje. Ik zeg, niks meer aan doen. Eet smakelijk!